kijken welke van de twee oortjes beter zijn. Yo gasten, welkom allemaal bij een nieuwe video. Vandaag ben ik in Gym XL samen met Joep. En wat ik vandaag ga doen is kijken welke van de twee oortjes beter is. Ik heb namelijk mijn AirPods, ja, die heb ik al een paar jaar. Best wel chill. En ik heb afgelopen week deze Nova Sport Airbuds gekregen. En ik had de afspraak gemaakt met hen dat ik deze ging testen. Dus wat ik zo meteen ga doen is, ik ga zo meteen wat saltertjes doen. Ik ga in het parcourspark trainen. Dus op allerlei verschillende vlakken ga ik ze testen. Bij de blokkenbak moet ik wel een beetje voorzichtig zijn dat ze niet de blokkenbak invallen. Maar ze zeggen dus dat deze perfect zijn voor het sporten en dat ze absoluut niet uitvallen. Dus dat ga ik testen. Kijken of ik ze chill vind. Kijken of Joep ze chill vindt. Want ik heb een beetje rare oren en ik vind in-ear dingen nooit heel erg chill. Dus voor mij zou deze waarschijnlijk iets minder chill zijn dan de AirPods. Maar daarom heb ik een extra persoon mee om die ook te testen. Nou, de AirPods kennen we allemaal. Je doet ze open en daar zitten die oortjes in. Wat er in deze verpakking zit, even openmaken. Yes, oké, dan heb je ook je oplaadcase. En die kan je ook open doen en daar zitten de twee earbuds in. Dan heb je nog een doosje met het snoertje erin. En de verstelbare oordopjes. Dus als jij grotere oren hebt, dan kan je deze gebruiken. En als je kleinere oren hebt, dan kan je deze gebruiken. En ook heb je dit rubbertje om in je oren vast te houden. En je hebt de gebruiksaanwijzing. Maar dat hebben we niet nodig. Gaan we ze even verbinden met mijn telefoon. Oké, met die dingen in hoor je echt helemaal niks. Maar ja, vooral jezelf. Oké, jij mag de AirPods in doen. En dan gaan we zo meteen 3 salters op de vloer doen. Dan gaan we kijken of ze eruit vallen of niet. Ja, en dan gaan we wisselen. Doen we dezelfde 3 salters. En dan kijken we weer of ze uitvallen of niet. Begin ik, doe ik een frontflip. Zou dit. Hey. En nu een frontflip. Yes. Yeah. Doe ik de side flip. Blijf er nog steeds in zitten. Nog een salto. Nee, ja. Bijna? Ja. Oké. Doe ik Arabier backflip. Ja, heb ik en een radslag voor hem en een pak. Blijf er gewoon in zitten. Gaan we wisselen. Oké. Eerste salto, mag jij weer doen. Doe ik even een zijflipje. Deze voelen nu wel losser dan die. Maar deze zijn eigenlijk nog nooit uitgevallen. Dus. Frontflip. Hier is hij. Doe ik gelijk maar een backflip. Blijf er gewoon in zitten. Nu jij nog 1 salto. Allebei de oortjes zijn dus niet uitgevallen bij dit eerste onderdeel. Nu gaan we naar het Vrierenpark. Gaan we ergens vanaf springen. Doen we verre sprongen. En gaan we klimmen. En dan kijken we welke chills zijn. Oké, eerste opdracht is van daarboven naar beneden te springen. Yes, mag jij beginnen. Hij heeft trouwens nog de Nova oordopjes in. Ik heb de AirPods nog steeds in. Niks. Niks. Oké, volgende opdracht is we gaan via dit ding omhoog klimmen. Het gebeurt nog wel eens dat we met onze arm langs ons hoofd gaan. En dan kijken we of hij uitvalt of niet. Yes. Nee. En de derde test in het Vrierenpark is vandaag daar naartoe springen. Ja, dan ga je als het goed is ook langs je hoofd met je armen. Lekker man.
deze voelen zo los nadat je die in-ear dingen in hebt gehad. Nice. Ik weet nog eentje voor tussendoor. Ik heb het best wel warm. Dus ik doe even mijn trui uit, kijken of hij uitgaat of niet. Nee. Is goed, laatste opdracht. Concrete. Lekker man. Oké, eerste ding is weer van daar boven afspringen. Yes. Niks. Nou, ik gok ook niet dat er met parcours heel veel gaat gebeuren. Daar ga ik gewoon in zitten. Kijk of hij uitgaat. Nu mag jij weer. Mijn favoriete onderdeel. Ja, klimmen. Nope. En de sprong weer. Alweer. Oeh. Ja. Maar nog steeds niet uitgegaan. En dan gaan we door naar de Concrete. Yes, lekker. Ja. Dan hebben we nog één laatste onderdeel en dat is bij de trampolines. Gaan we daar even wat saltootjes doen. Dubbelsalto's, schroeven en kijken wat we nog meer kunnen doen. En daarna gaan we eens even testen welk geluid beter is. En ja, qua gemak, zucht. Oké, we beginnen met een enkele salto. Ja, die moet niet zo heel heftig zijn. En dan raken we de AirPods ook niet kwijt. Nee. Zit er nog in? Ja. Oké, ga ik voor dubbel. Blijf nog steeds in zitten. Oké, ga ik schroeven. Nog steeds niet uit. Zoals jullie zien op de mat, blijven deze oortjes makkelijker zitten dan mijn snot in mijn neus. Heb je wel eens dubbelside gedaan? Nee. Oké, nou, eerste keer dubbelside. Dus zelfs als je nieuwe dingen probeert, kijk of de AirPods in blijven zitten. Durf je hem? Nee. Oké, we gaan iets risicovoller maken. Dubbel sidestep de blokkenbak in. Of dubbel front de blokkenbak in. Ja, als ze uitvliegen, dan zijn we ze kwijt. En? Zaten ze nog in? Ja. Lekker. Ja, je zei dat ze bijna uit waren. Oh ja, ze gingen bijna uit. Want als ik uit de blokkenbak was gegaan, waren ze er wel uit geweest. Gaan we allebei weer beginnen met een enkele salto. Daarna doe ik weer de dubbel, de schroef. Ja, en dan mag Joep mag zo meteen ook weer een dubbel cijfer proberen. Begint met een enkele. Doei! Hier kan je jezelf veel beter horen dan die. Daar is het veel meer binnen in je hoofd. Makkie. Tijd voor een dubbele salto. Ja. Ik heb ze wel veel te makkelijk. Ik ga nu voor 3 afzoeken. Er was geen 3,5. Laat je uit? Nee. Nee. Zelfs terwijl ik met mijn hoofd langs een blok ging, gaat hij niet uit. Maar ik heb ook het gevoel dat de AirPods perfect voor mijn oren zijn gemaakt. Oké, laatste trick. Dubbel side flip. Lekker. Je zit er nu niet meer aan. Huh? Ik zei, je zit er nu niet gelijk aan. En bij de AirPods wel. Ja, deze gaat niet uit. Nee. Bij de AirPods was je bang dat ze uitgingen. Maar ik kwam bij wel de rest van de tricks zat je wel vaker aan deze dan aan de AirPods. Ja. Oké, gaan we nu kijken welke van de twee oortjes beter klinken. Is die zo goed? Ik weet het niet. Even? Ik denk even goed. Zijn deze nou harder? Ja. Omdat ze, ja, de rest is afgezet. Ja, je hoort het harder. Ja. Daarom lijkt het beter, denk ik. Oké, ga ik even testen. Ik begin wel met deze. Deze zijn het moeilijkste in te doen. Okay.
Ja. Deze zijn wel harder, maar ik weet harder. Niet of het beter is. Ja, harder en meer bas. Zeg maar. Ja, maar dat komt waarschijnlijk ook omdat het, dat je minder van buiten hoort. Dus. Yes. Nou, laten we zeggen. Iets beter. Deze zijn wel goed. Ja. Alleen wat moeilijker in te doen. En je moet goed kijken wat links en rechts is. Want dan kan je bij deze gewoon zien. En bij deze moet je echt kijken of er links of rechts op staat. Dat is iets minder makkelijk. Maar dat went denk ik ook vanzelf wel. Ja, goeie oortjes. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Yes. Als je vindt dat we vaker producten moeten reviewen, ja, stuur ze een berichtje zodat ze hem op kunnen sturen. En ja, laat hier een blauw duimpje achter en reageer wat we de volgende keer moeten doen. Ja, en dan zie ik jullie weer bij de volgende video.